Marijn Ververs, een aantal dagen na de wedstrijd tegen Donar. Daverend succes. Was jij verrast met het spel van Leiden en met het eindresultaat? Ja, ik was wel een beetje verrast met het eindresultaat. Dat we zo dik wonnen. Over ons spel was ik ook wel een beetje verrast. Maar we hebben afgelopen tijd hebben we goed getraind in de oefenwedstrijden. Merkte ik ook al dat we als team lekker samenspeelden. En ik moet zeggen dat nu in deze wedstrijd tegen Donar viel wel alles op zijn plek. En alle ballen gingen er ook wel makkelijk in. Als je naar het team kijkt nu en in oktober, zie je dan een andere instelling? Zie je dan een betere chemie? Wat is het verschil, denk je? Ik weet niet precies waardoor het komt. Want we konden het ook, de jongens die er toen waren gewoon goede jongens. Maar ik heb het idee dat we nu beter als team klikken. Dat er een iets betere chemie is. En dat we ook, qua samenspel en ook in de verdediging, dat we elkaar allemaal iets beter aanvoelen, waardoor het spel gewoon wat makkelijker wordt. Jij speelde zelf bijna 35 minuten. In het Leids Dagblad stond dat je bijna foutloos speelde, zelfs die 35 minuten. Dus dat is een enorm compliment. Zeker. Als je naar jezelf kijkt en je eigen spel analyseert, wat vind je dan? Ik vind dat ik wel wat gegroeid ben in dat ik gewoon een beetje wat meer de leiding nemen in het veld. Dus ik zorg een beetje voor rust en organisatie. Hier en daar kan ik misschien nog steeds iets meer voor punten zorgen of iets meer dreigend zijn qua aanvallend spel. Maar we hebben genoeg jongens in het team zitten die voor punten kunnen zorgen. Dus ik denk dat mijn rol in het team, zoals de afgelopen wedstrijd was, dat het gewoon het spel moet opzetten, goede paasje moet geven en dan kan de rest gewoon lekker scoren. Wat veel mensen misschien nog niet weten, is dat jij dit jaar captain bent. Brengt dat extra druk of verantwoordelijkheid met zich mee? In het begin voelde ik het wel een beetje zo. Dan wil je natuurlijk een beetje wat meer jezelf laten horen en laten zien. Maar nu niet meer echt. We hebben ook een jong team dit jaar. Dus ik ben zelf ook nog vrij jong. Dus in die zin is het niet heel lastig. Het zijn allemaal jonge gasten onder elkaar, dus dat gaat prima. Ik weet niet, ik merk nu al, als ik zelf gewoon een beetje lekker in mijn vel zit en lekker speel, dan hoort het ook een beetje bij me om gasten op hun plek te zetten of beter te laten spelen. Ik vind het bijvoorbeeld ook leuk om met de jonge gasten in het team nu hier en daar wat tips te geven. Dus ik voel het voelt nu niet meer als druk. In het begin van het seizoen had ik wat meer, maar nu voel ik me prima in die rol. En dat laat zich ook denk ik wat meer in het veld nu zien. De komende wedstrijd, wat zijn je verwachtingen? Ik hoop natuurlijk gewoon dat we weer gaan winnen. Ik denk dat het belangrijk is dat we op eenzelfde manier spelen als dat we tegen Donar hebben gespeeld. Dus dat we de bal goed rond laten gaan en dat we echt als team spelen en als team verdedigen. En vanuit daaruit kunnen scoren. Dus ja, ik ga uit van een overwinning. Maar daar moeten we wel gewoon weer goed voor werken. Oké, veel succes deze wedstrijd. Dankjewel.